Ja? Ja. Yo! Dat zijn we weer. Dat zijn we weer. Ja, daar zijn we weer. Gelijk houden. Ja, na 2,5 uur rijden zijn we eindelijk aangekomen hier in Slagharen. We gaan vandaag de Gold Rush uitproberen. Super tof dat je kijkt. Laat alvast een blauw duimpje omhoog achter hier beneden. Abonneer als je dat niet gedaan hebt. We lopen nu even naar de ingang. Even een parkeerticket kopen. En dan zien we jullie dadelijk wel in het park. Nou, we zijn eindelijk binnen. Het is echt al ontzettend lang geleden dat ik hier ben geweest. Het is op zich wel leuk om hier weer een keer te zijn. Wel fucking 2,5 uur voor gereden. Maar goed, daar heb ik nog niet over. We lopen nu voorbij het Reuzenrad. We lopen op die Main Street, zeg maar. Ja, we beginnen daar gewoon met de Gold Rush. Dan hebben we die vast gehad. En ik denk dat we wel meerdere keren dan één keer zullen doen vandaag. Ik ben ontzettend benieuwd. En daar gaan we. Eerste ritje in Gold Rush is ook een feit. Wauw, wat een achtbaan. Hij is echt lekker. Die triple launch is echt perfect. Vooral die lancering naar achteren is perfect. En die dive loop op het einde is echt heerlijk. Echt een topbaantje. We gaan hem zeker nog een paar keer midden vandaag. Het enige wat wel echt ontzettend raar is, is het bagagesysteem. Je legt je tassen eigenlijk binnen in het station neer. Alleen van buiten kun je hem meteen uithalen. Het is echt een vreemd bagagesysteem. Maar de baan, top. Nu gaan we de andere attracties eventjes doen. Volgende attractie wordt de Eagle. Ik weet nog goed, vroeger vond ik het echt een mega enge attractie. Maar ik denk dat er nou niet heel veel meer aan is. Maar goed, we gaan nu dus in de Eagle. Attractietje, die Eagle. Dag Julijn? Julijn vond het niet zo leuk. We gaan nu naar de Wild West Adventure. Het doet de rabbits die binnen zijn, een soort dark ride. Ik ben er vroeger geweest. Vroeger vond ik hem heel gaaf, maar ik weet niet of hij verouderd is. Gaan we zo zien. En wat krijg ik? Ze hebben hier zelfs een heus kerkje in Slagharen. Gaan we natuurlijk even kijken. Jezus Christus, wat mooi. Prachtig, doei. Voor de gelovige mensen. Zodat de gelovige mensen even kunnen bidden. We gaan nu even in het schommel. Gewijzigd. Blijkbaar wisselen ze hier dus af tussen het schommelschip en de tomahawk. Dan gaat die weer een half uurtje open, dan die weer, dan die weer, dan die weer. Dus we stonden in de rij en die vent kwam als toe zegt, ja nu de Tomahawk gaat open. Dus nu gaan we eventjes naar de Tomahawk. Op zich ook een leuke attractie. Ik hoop dat je niet meer hoeft te huilen. Je moet er wel alleen in. Durf je dat? Uitstekend. Ja.
Ja, daar gaan Jolijn is momenteel een Mentos aan het eten die op de grond was gevallen. Ze zaten in een karretje en ze riep, gooi even een Mentos! Ze gooide een Mentos en ze ving hem. Dus nu heeft ze hem net opgeraapt en gewoon maar opgegeten. Fucking vies. Nou, die attractie hebben we ook gehad. We gaan nu nog even een keer in de Gold Rush. En dan gaan we daarna gaan we via de skilift, dus de stoetjeslift, gaan we terug naar de andere kant. Dus dat is nu de planning. Ik ben bang om in de Gold Rush te gaan. Dus ze heeft me omgekocht voor 2 Mentos. Gaat ze er nog een keer mee in. Dus we gaan nu achterin zitten. Zodat het moment dat je naar achter gaat en op de kop hangt. Op dat moment langs, zoals je nu achter me ziet. Op het moment dat je op de kop hangt, daar proberen we nu langs te hebben. Dus daar gaan we nu achterin zitten in plaats van voren. En die allebei de kant hebben we niet een keer gehad. Dus ik ben benieuwd. Jullie zullen zo zien wat we ervan vonden. Dat was hij, de tweede keer, Gold Rush. We zaten nu achterin en ik moet eerlijk bekennen, achterin is hij veel vetter. Vooral de dive loop op het einde, daar word je heerlijk doorheen geslingerd. Maar ook de drop na de lancering is perfect. We gaan nu even naar de andere kant van het park om daar nog wat attracties te doen. Zoals onder andere de Enterprise en de Freefall Tower. Maar we hebben geen zin om te lopen, dus we pakken de stoeltjeslift. Dus dat gaan we nu doen. Ze kijken niet. Ze geven geen fuck. Nou, daar zitten we dan. In de stoeltjeslift. Omdat we eigenlijk te lui zijn om te lopen. Maar zoals je ziet, als je loopt ben je 10 keer sneller. Maar goed, nou hoeven onze benen niet te bewegen. En het regent, dus we zitten nu nog droog ook hier onder het afdak. Maar goed, we gaan nu dus even naar de andere kant van het park. Even naar de Enterprise, de Octopus, de Freefall Tower, 4D Show. En dan moeten we over een uurtje weer terug de andere kant op, weer hier naartoe. Want dan hebben we de Western Show, of de American Huppelepup Show. Ja, nou goed, dat zien we dan wel weer. En hier gaat de monorail voorbij, we willen straks ook nog eventjes in. Het reuzenrad willen we nog in. En als we alles hebben gehad, gaan we uiteindelijk nog naar Aqua Mexicana, naar het zwembad. Om te kijken of daar nog wel leuke glijbaantjes of zoiets zijn. Maar voor nu gaan we dus eerst eventjes naar de andere kant toe. Howdy, partners! Denk je dat je vanaf hier niet dood bent? Nee. Nu, als je nu valt? Jolijn denkt, als je hier naar beneden valt, dat je dan dood bent. Echt wel. Nee! Nee, maar je bent niet dood. Ik denk dat je hooguit een keer je benen breekt. Hier echt wel, man. Nee. En dan hebben we daar de mega zweefmolen erachter. Vroeger hadden ze natuurlijk 2 van die grote Apollo's in het park staan. Eentje hebben ze verkocht naar Engeland. In 30 minuten brengt onze American Circus Show aan. Dat theater bevindt zich hinter dem Wildwest Adventure. We zijn eerst even in de Freefall Tower geweest, zodat we die even gaan. Altijd leuk om even te doen. We gaan nu in de Polyp, of de Kikkers, of de Octopus, of zoals hier, de stieren. Leuk! Oh, Doezer wordt onze stier van vandaag. Hoe? Doezer. Hoe schrijf je dat? D-O-O-Z-E-R. Oh. Doezer. Nou, we zitten erin. Doezer. 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 D-O-O-Z-E-R. Ja. Doezer. Ik heb toch wel geldjes in de bank. Zijn die gaatjes vervuld met mijn liefde. Nou, de circus show zit erop. Het was echt top. Nee, die show was niet veel. Op zich, rolschaatsen was wel grappig. Die papegaaien waren wel grappig. Alleen de Google show was een beetje een wannabe Hans Klok die eigenlijk iets te oud was. Die een beetje stomme trucjes aan het doen was. Nou, op zich wel grappig. We hebben nu nog een half uurtje. Daarna hebben we een paardenshow. Dus we lopen nu een half uurtje nog even door het park heen. We gaan denk ik een keer naar Gold Rush toe. En dan zien we daar ook wel weer wat we gaan doen. Op zo'n rustige dag, Gold Rush, geen rij. Genieten de, dus echt top.
Nou, en in één keer staan we bij Gold Rush in de rij en het begint te hagelen. Dus de baan staat nu stil. Even wachten dat de hagel voorbij is en dan gaan we dadelijk Gold Rush en dan helemaal achterin. Vorige keer waren we één rij achter, dus niet helemaal achterin. Toen was hij al gaaf, maar nu helemaal achterin, dus ben benieuwd. Ja, het is echt, we hebben echt pech vandaag. Straks stonden we bij Gootjes, had het in één keer... Ik dacht, ik weet niet of je het kan horen door die hagen. We stonden in Gootjes, had hij in één keer technische storing. Stonden we in de rij bij de schommelschip. Ging die in één keer door naar die andere. Heel raar. En nu dus weer hagel. Fijn, echt wel. We blijven naar binnen, man. Ik moet op de weg, hè. Hier tegenkomen. Hallo mensen, vlekkeloos. Hij is hier hoor. Lekker baantje die Gold Rush, hè? Heerlijk, niet normaal. Echt, als je hier bent, ga hem doen, want het is echt de moeite waard. Zeker, een stukje rijden vanuit ons, wij komen vanuit Brabant, dus 2,5 uur gereden. Echt, maar het is de moeite waard toch? Zeker de moeite waard. 2,5 uur rijden toch? Zeker. En achterin, een tip van vlekkeloos natuurlijk. Achterin is het beste. Kijk ook Vincent's kanaal eventjes. Oh, dankjewel, top. Hey, veel plezier. Net, zoals je zag, de paardenshow gezien. Op zich vind ik het altijd wel mooi en ik vind paarden mooie beesten, maar op de een of andere manier vind ik het altijd een beetje zielig. Op de ene manier. Maar goed. En eng. Ja, was gewoon. Ja, paarden zijn eng. Dat is gewoon zo. Dat is een feit. Paarden zijn eng, eerlijk. Laat hieronder in de reacties weten of paarden eng zijn. Jij zit ze niet gewoon in je bord liggen. Ja, lekker op mijn bord, lekker sausje erbij. Lekker een barbecue sausje. Nee, we zitten nu weer in ons. Barbecue sausje. Hou nou eens even stil. Ik ben aan het vloggen. We zitten nu nog eventjes in onze favoriete vervoersmiddel. De stoeltjeslift. We gaan weer even naar de andere kant van het park om daar de Enterprise en de Vrijvalto nog even te pakken. En om even pizza te eten. En daarna gaan we weer terug deze kant op om waarschijnlijk Gold Rush nog een keer te doen. En daarna gaan we zwemmen. Ik ben benieuwd hoe het zwembad er hier binnen uitziet. Maar goed, nu nog eventjes lekker chillen en genieten van het uitzicht. En we staan klaar voor de volgende attractie. De Enterprise. De lijn is een beetje hoog te vrezen en ze is bang. De Enterprise hierachter, ik heb er zin in. Jij ook? Daar gaan we. Daar zitten we in de Schwarzkopf Enterprise. Een van de weinige Enterprise waar je in moet zitten in plaats van moet liggen. Lekker hoor, lekker dingetje. Gaat ie. En we gaan omhoog. Oh, je voelt het druk zo lekker. Dan zitten we weer in de volgende attractie, de Lokvloem. Ik wil hier eigenlijk helemaal niet in, want je wordt hier zeiknat in. Maar je lijn wil hier wel in. Maar goed, we gaan daar toch samen, dus dan worden we toch sowieso nat. Wat? Het veld van de weg, toch? Jawel, denk wel. Dus we gaan daar opstijgen. De eerste drop hebben we gehad. Op naar de tweede. Oh, dat is de grote. Dan word je echt zeiknat waarschijnlijk. Geen water. Dit zijn alle baantjes van Intamin. Dus daar gaan we. Daar gaan we naar de final drop. De camera goed vasthouden. Daar gaan we! Yeehoe! Oh, godverdamme. Lekker van. Het is helaas al dicht. Het is 4:30. Die gaat niet meer open, maar goed, we gaan nu richting Aqua Mexicana om nog even lekker te zwemmen. Ik zal proberen wat beelden te schieten binnen, maar als het warm is, dan slaat de lens aan. Dus ik weet niet of het gaat lukken. Desnoods film ik een klein beetje met mijn telefoon. Maar goed, we gaan nu dus nog eventjes zwemmen. Nou, hebben we even lekker een anderhalf uur, twee uur gezwommen. Ik heb helaas geen beelden meer kunnen maken binnen, want het wordt echt heel erg vochtig. Mijn ding sloeg dit aan. We hebben in ieder geval echt een topdagje gehad. Het zwembad is leuk. Drie leuke glijbanen. We lopen nu door het park terug naar de uitgang. We moeten nu even een parkeerticketje kopen. En dan gaan we terug naar Brabant. Onderweg nog even wat eten. En dan zijn we er weer klaar voor vandaag. Het was een topdagje. Leuk park Slagharen. Niet iets om nou volgende week weer naartoe te gaan. Maar wie weet als we weer een nieuwe achtbaan gaan bouwen. Dat was top. Vond je deze video nou leuk? Laat dan een duimpje omhoog achter hier beneden. Laat even weten wat je ervan vond in de reacties. Abonneren kan hier beneden. En dan zien we jullie bij de volgende video weer. Ciao!